Hoi daar, Troy. Wat een prachtige dag. Kijk, Troy, daar is Bobby. Hij beweegt niet. Hij is bevroren. Bobby, wat is er aan de hand? Waarom beweeg je niet? Had je een paniekaanval en kan je niet meer bewegen? Inderdaad, Troy. We moeten naar het pakhuis zodat Teddy Bobby kan helpen. Blijf hier, Bobby. Hoi, Teddy. Bobby kan niet meer bewegen en hij moet de brug verstellen voordat er een trein in het water valt. Zou jij kunnen helpen? Oké, aan de slag. Een dokter. Goed idee. Alle dokters hebben een medicijntas nodig. Dit vraagt om directe hulp. Inderdaad, een eerste hulpkit. Goed gedaan, Teddy. Je hebt Troy in een doktertrein veranderd. Kijk, Bobby, Troy is er om te helpen. Troy, kan jij Bobby snel genoeg genezen, zodat hij de brug kan verstellen voordat andere treinen in het water vallen? Eerst moet je Bobby opwarmen om zijn scharnieren te ontspannen, zodat hij weer kan bewegen. Inderdaad, Bobby. Er is niks beters dan even op te warmen. Haha, zo is dat. En, voel je je beter, Bobby? Wat ga je nu doen, Troy? Een zachte hoed. Hey, dat staat je goed, Bobby. En nu de final touch. Bobby, je lijkt nu op een kip. Kan je weer bewegen, Bobby? Prachtig. Je kan nu weer verder werken en de brug verstellen. Bedankt voor je hulp, Troy. Goed dat je weer kan bewegen, Bobby. Veren kleden je af.
Doeg Teddy, bedankt voor je hulp. Doeg allemaal, tot de volgende keer. Hey Troy, wat ga je doen vandaag? Oh, het is Halloweenavond. Dat is leuk. Wat voor enge dingen zullen er gebeuren? Wie is dat daar? Zo te zien zijn ze al gekleed voor Halloween. Kijk Troy, het is Tony de Trein en Tina. Hoi jongens, jullie zien er spookachtig uit. Wat is er Tina? Oh, aha. Je wilt een Halloween parade organiseren. Ja, inderdaad Tony. Dat wordt niet een heel lange parade met alleen maar twee treinen. Oh jee, Tina zegt dat ze ook niet weet hoe ze de spoken moet laten zweven. Hoe in hemelsnaam organiseer je dan een parade? Kan jij iets bedenken, Troy? Dat wordt wel lastig. Waarom gaan we niet naar het pakhuis om Teddy te vragen of hij iets kan bedenken? Oké, perfect. Laten we nu gaan. Dan zijn we nog op tijd om te trick-or-treaten. Hoi Teddy. Was je aan het oefenen voor je kwaadaardige lach voor Halloween, Teddy? Dat was heel eng, Teddy. Goed gedaan. We hebben je hulp nodig voor Halloween vanavond, Teddy. Tina en Tony hebben versieringen gemaakt, maar ze kunnen ze niet laten zweven. Weet jij iets? Oké, aan de slag. Ik vraag me af wat voor spookachtige verrassing Teddy in petto heeft vandaag, Troy. Nee, Teddy, die windmachines houden de spoken wel in de lucht. Kijk, Troy, het is Dia de Muertos van de Mexicaanse traditie. Dat is een perfecte manier om de Halloween-parade aan te kleden. Goed werk, Teddy. Laten we teruggaan naar Tina en Tony de trein en laten zien wat we hebben. Hoi Tina, hoi Tony. Kijk, Dia de Muertos komt jullie spookachtige avond redden. Jullie parade gaat heel mooi worden. Tina, zou jij de lijnen aan Troy vast willen maken? Perfect. Oké, Troy, tijd om de Halloween parade te beginnen. Wauw, wat een mooie parade. De spoken zien er prachtig uit, Troy.
Oh jeetje. Je hebt me even goed laten schrikken, Troy. Kijk dat nou. Ze vinden de spoken prachtig. Troy, was jij dat? Tony de trein? Jij was het, of niet? Tina? Oh jee, volgens mij spookt het echt vanavond. Hey allemaal, kijk, het was Teddy maar. Wauw, dat was een spookachtige Halloween. En het was de mooiste parade van Treinstad, of niet? Kom op Teddy, sluit aan bij de parade. Fijne Halloween allemaal. Hoi Troy, wat een prachtige dag om een sneeuwpop te maken. Hoi Tina, voorzichtig met al die sneeuw. De tunnel is dicht vandaag. Moet je al die sneeuw eens kijken. Wees niet bang, het is maar sneeuw. Oh jeetje, wie gooide die sneeuwbal? Denk je dat het een sneeuwmonster was? Ik ga vragen of Troy kan helpen. Tina heeft je hulp nodig, Troy. Ze reed net wat rond in de buurt van de tunnel toen ze opeens werd bekogeld door heel veel sneeuwballen. Denk je dat Tay kan helpen? Misschien kan hij je in iets veranderen. Perfect, laten we gaan. Hoi Teddy. Tina reed net bij de tunnel toen ze plotseling werd bekogeld door sneeuwballen. Ze zegt dat ze een monster heeft gezien. Kan jij Troy veranderen zodat hij het mysterie op kan lossen? Perfect. Aan de slag. Welk voertuig ga je bouwen, Teddy? Een hittetrein? Wat een goed idee! Troy kan op die manier de sneeuw smelten. Dat is een grote blazer. Wauw. Wauw. En een hittepak, Teddy. Je bent een hittetrein, Troy. Klaar voor actie. Laten we gaan. Tot straks, Teddy. Goed nieuws, Tina. Troy is veranderd in een hittetrein en gaat het mysterie van de sneeuwballen en het monster oplossen. Wees voorzichtig, Troy. Au! Wie gooide die bal? Kijk, ik zie ogen. Het is een echt sneeuwmonster. Stap 1 is het smelten van de sneeuw met het hitpistool. Klaar? Richten? Vuur! Waar ging hij heen? Jakkie, je wordt aangevallen door de sneeuwballen, Troy. Oh.
nu zit hij daar. Oh nee, Troy. Wat moet je doen? Natuurlijk. Druk op de noodknop. Dat lijkt wel extra heet, Troy. Klaar. Richten. Vuur! Het is Tony de trein. Hij is het sneeuwmonster. Je had wel iemand pijn kunnen doen met die sneeuwballen, Tony. En je hebt Tina bang gemaakt. Ook al was het een grap, het was gevaarlijk. Heb je je les geleerd? Oké dan. Dan nu sorry zeggen tegen Tina. Goed werk, Troy. Het mysterie is opgelost. Tot snel weer. Doeg, Teddy. Bedankt voor je hulp. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Hey Troy, ben je onderweg naar de nieuwe spiegelattractie in Treinstad? Wat leuk! Haha, wauw Troy, die spiegels zijn echt heel leuk. Je ziet er super grappig uit. Oh jee, wat is dat voor geluid? Oh, hallo Tina. Wat is er aan de hand? Een spook zit je achterna in het spiegelhuis? Oh jee, Tina. Dat is verschrikkelijk. Maar waar is het spook, Tina? Kijk, daar is hij, Troy. Het is het spook. We moeten hem stoppen, Troy. Maar hoe kunnen we zo'n eng spook wegjagen? Inderdaad, Troy. Teddy kan vast een goed idee bedenken. Tina, wacht jij maar even buiten, terwijl Troy teruggaat naar het warenhuis. Wees niet bang. Troy komt terug en vangt dit enge spook. Hey Teddy. Oh, wat ben je aan het lezen? Is het een boek over de geschiedenis van spoken in Treinstad? Wat een griezelachtig toeval. Tina wordt achterna gezeten door een spook in het warenhuis. We moeten haar helpen en het spook wegjagen. We vertrouwen erop dat je een plan verzint om het spook weg te jagen. Dit had ik niet verwacht, Teddy. Verander je Troy ook in een spook? Wauw, Troy. Je bent best wel eng. Die magische geluidsbox maakt Troy nog enger, Teddy. Zet je een lamp onder Troy's gezicht, zodat hij nog enger lijkt in het donker? Dat is een goed idee. Oké, Troy. Ben je klaar om het spook weg te jagen uit Treinstad? Laten we beginnen.
Oké, Troy. Het is tijd om onze spookkrachten te bundelen. Zie jij het spook ergens rondrijden? We moeten blijven zoeken. Hoorde je dat, Troy? Ik denk dat dat het spook weer was. Oké, Troy. Nu is het jouw kans. Tijd om het spook te besluipen en hem weg te jagen. Tony de trein? Was jij het al die tijd? Ik geloof mijn ogen niet. Tony, waarom liet je Tina zo schrikken? Ze wilde alleen maar genieten van de spiegelattractie. Ik hoop dat Tina het over haar hart kan verkrijgen om je te vergeven. Tina, wil jij Tony vergeven? Dat is lief van je, Tina. Wat zeg je, Tina? Dat is een heel goed idee. Tony, Tina zegt dat ze met je door de spiegelattractie wilt gaan, omdat je je excuses hebt aangeboden. Ik denk dat je deze nog terug moest krijgen, Tony. Bedankt voor je hulp, Troy. Tot de volgende spokige keer.